Welkom allemaal en een heel hartelijk welkom voor Sinterklaas. Ik ben vandaag wel even wakker geweest, want ik dacht, hoe komt Sinterklaas hier nou over het water met die harde wind en die storm? Maar misschien hebben sommigen van jullie het wel gezien. Hij is gelukkig met de brandweerauto gekomen, dus dat was veel veiliger. Maar hoe heeft u zelf de reis ervaren? Want u bent toch wel een stukje over het water gekomen, Sinterklaas. We konden het IJsselmeer konden we varen, maar de ingang naar Workum, dat wou beslist niet lukken. En ik dacht, we moeten naar die kinderen in Workum, of niet? Ja! Dat toen hebben we de reddingsmaatschappij van Hinderlopen en de brandweer van Workum bereid gevonden om ons hier te brengen. Nou, hoe vonden jullie dat? Vanaf deze plek wil ik Hinderlopen en Workum nog vriendelijk bedanken. Een applaus voor de brandweer. En ik denk dat u voor u een hele drukke periode gaat aanbreken. En niet alleen voor u, maar ook voor al uw Pieten natuurlijk. Want ik zag ze net al een aantal rennen, maar die zijn nu nog super actief. Ja, ik hoop dat ze blijven. Maar we hebben, ik dacht, 10 Pieten mee van het jaar. Dat alle kindertjes naar Huizen, Heidenschap, Parga, overal moeten ze heen. En jullie zullen het straks wel zien met dat feestje in de Klameren. Dat gebeurt van het jaar op de fiets. Hoe vind je zoiets? Kinderen, welkom straks in de Klameren. Voor een feestje en een aflopend traktatie. Hallo. Ik kan er niet eens langs. Hallo. Meneer. Meneer de cameraman. Next morning komen wij ook hoor. Dag meneer. Alleen van hier.